Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play. Traria, ik ben er weer. Zelf Blade 20. In de vorige aflevering hebben we farming gedaan en ontiegelijk veel farming. We hebben dus zeg maar 8 van de 9 items voor de Ultimate Shield te pakken gekregen. We hebben helaas niet de Magic Wave te pakken gekregen omdat het spel een douche is tegen mij. Jammer genoeg. En heb ik ervoor gezorgd dus zeg maar tot de inventory alvast heel erg mooi leeg is. In deze aflevering gaan we, en ik heb het heel erg lang uitgesteld omdat ik wou de dungeon eigenlijk heel lang niet meer zien. Ik zet heel even mijn microfoon goed. Gaan we dus richting de dungeon. Nou, ik weet het. Misschien dat deze aflevering op een woensdag komt dat ik toch nog vandaag een aflevering heb. Wie weet. Ik ga gewoon proberen 3 parts op te nemen. Ligt eraan hoe dat het spel wil werken voor mij. Wat ik allemaal bij me heb is gewoon de standaard dingen zoals licht, resources en alles. Ik heb de piggy bank bij me omdat we naar de dungeon gaan en dat we daar dus zeg maar heel veel items kunnen vinden. Zodat we een keer onze items zouden kunnen legen mocht dat nodig zijn. Grappling hook. De wapens hebben we ons dan natuurlijk bij ons. Ik heb weer confetti kogels bij ons. Dat wordt weer een feestje. En aangezien dat we naar de dungeon toe gaan, neem ik de corruptie key en de jungle key mee. Omdat we nou die 2 kistjes kunnen openen. Nou, ik heb hier ondertussen die andere piggybank staan. Dus mochten we eventjes zeg maar onze stuff moeten verzamelen, dan kunnen we dat doen. Dus ik moet even kijken, de dungeon die zit aan deze kant. Dus daar ga ik met jullie mee naartoe. En ondertussen, Skullcut hebben we bij ons. We hebben Fiverr hebben we natuurlijk bij ons. Die wil ik niet vergeten. Ik denk, zal ik even kijken of ik LPV potions heb? En dan bedoel ik niet let's play vloek, maar let's play vriendelijk. Iemand had dat eventjes gezegd van LPV kan toch ook staan voor let's play vloek. Ja, maar de LPV potion staat voor let's play vriendelijk. Dus ik wil eventjes kijken. Ik zie wat ik nou niet graag wil zien. En dat is dat ik dus zeg maar geen shine potions heb. Daar baal ik van. Oké, eventjes kijken of ik die snel kan maken. Volgens mij had je daar glowing mushrooms, blinkroot en seeds voor nodig. Ik geloof dat dit de ingrediënten waren. Ik kan even kijken. Ik heb wel mijn... ik mis een ingrediënt, denk ik. Want ik sta bij de... Wat mis ik? Asher! Help eens even. Ik wil voor de kijkers wil ik wel een LPV potions meenemen. Dus help me eens eventjes. Help me eens eventjes. Crafting. Ik weet dat het met deze was. Shine potions. Oh, daar heb ik die daybloems weer van. Oh. Ik dacht dat ik blinkroet nodig had, maar die heb ik dus niet. Oké, prima. Prima. Week voldoende. Week voldoende. Dus dan gaan bij de ingrediënten. Gaan de blinkroets gaan terug. En ik zie dat ik die niet heb. Oh, dat is wel helemaal fijn. Nou ja, ik zie dat ik er 7 kan maken. Dus dat is alleen maar gunstig. Dus daarvoor heb ik hier die farm zeg maar hier staan. Zodat we dus zeg maar gewoon de plantjes nodig hebben voor bepaalde potions. En nou sla ik er ongeluk eentje kapot, maar dat maakt niet zoveel uit. Even kijken, we zijn die seeds, die zijn hier. Die plaatsen weer heel eventjes heel erg snel. Poef, poef. Ik weet het, het is een beetje weer van... ja, zelfde play, schiet er toch eens op, maar we willen naar die dungeon. Ik wil er ook naartoe. Dus nou, we hebben er 7. Ik ging 7 LPV potions maken. Dat maakt ons een heel blij konijntje. Waardoor dat we dus zeg maar veel beter kunnen zien. Oké, nou, het is nacht geworden. Geen blood moon. Nee, oké, daar ben ik blij om. Daar ben ik heel blij konijntje over. Oké, ingrediënten. Dan mogen we deze terug. Deze die mogen terug. Zo. En dan zijn we klaar om richting de dungeon te gaan. Nou is er in de dungeon 1 van de items te vinden, zeg maar, die heel erg let's play vriendelijk zou zijn. Weet je, wij gebruiken gewoon nog alvast een shine potion, dat is alvast een stuk vriendelijker. Maar, nou is er dus, zeg maar, één bepaalde item die we dus, zeg maar, te pakken kunnen krijgen. Nou, Skullcat is al lekker bezig. Maar er is dus 1 item die we te pakken kunnen krijgen, die dus zorgt dat we geen shine potions meer nodig zouden hebben. En dat is een wisp in a bottle, die nou in de dungeon beschikbaar is. In de dungeon zijn nou een ton van wapens te vinden. Magic, melee, range. Er zijn heel veel wapens te vinden. Er zijn 3 verschillende categorieën die we dus zeg maar daar moeten vinden. Maar het meest belangrijke wat we daar te pakken moeten krijgen om dus zeg maar speciale evenementen op te kunnen roepen is ectoplasma. Wat ook heel erg belangrijk is voor het ultimate armor voor de mage. Dus... ja! Yeah. Heel erg belangrijk en heel erg fijn als we dat zouden kunnen vinden natuurlijk. Dus ja! Nou ga ik natuurlijk wel uitleggen hoe dat je ze kan vinden, waar dat je op moet letten om te kijken welke vijanden waar spannen en noem het maar op. Dus dat doen we allemaal in de dungeon. Dus ondertussen lopen we weer eventjes door onze wereld. Daarboven hebben we onze mushroom biome. Hartstikke leuk. Het is lang geleden dat we die eigenlijk weer gezien hebben, aangezien dat we al ja, het ultimate armor voor de ranger hebben. Ik draag nog steeds het beetle armor, omdat de dungeon is extreem gevaarlijk. En dat bedoel ik ook echt extreem gevaarlijk. We moeten daar ook een farm maken, maar dat wordt een volledig automatische farm. Die ga ik maken met traps, dus dat wordt heel erg makkelijk voor ons gemaakt. Daar hoeven we ons dus geen zorgen over te maken. Dus ja, alleen aangezien dat ik kan herinneren hoe gevaarlijk dat het wel niet was om daar de Nazar te krijgen, dat ik daar ik weet niet hoeveel uren gespendeerd heb om daar die freaking Nazar te pakken te krijgen, omdat de let's play ook zo vriendelijk was tegen mij. Ben ik bang dus zeg maar dat we hetzelfde probleem gaan krijgen met de bandage die we nodig gaan hadden. En sommigen die hadden al de reference gemaakt voor, ja, van, ach, weet je nou.
van Super Meat Boy. Nou, de bandages is het laatste item die we eigenlijk dus nodig gaan hebben. Nou, wat dus zeg maar heel belangrijk is, is waar dat we op moeten gaan letten, is op de achtergrond van de dungeon. De achtergrond is dus heel erg belangrijk. En volgens mij is dit al de achtergrond die we nodig hebben, zeg maar, voor de stuff die we nodig gaan hebben. Want er komen dus nou een heleboel nieuwe vijanden. Dus ik zie hier gebroken... Ja, deze beesten die kunnen een bandage droppen. Heel erg fijn om dat te weten. En hier komen dus snipers komen we hier tegen. Black mages komen we hier tegen. Heel veel duistere vijanden. Dat is een normal vijand. Wat doe jij hier al? Ik bedoel, dit... Oh, de muziek. Oh, jij komt hier uit dit hoekje en dat is een andere achtergrond, zodat jullie kunnen zien. En ik noem dat de M-achtergrond, waar dus zeg maar de standaard komen. Dan komen ook zeg maar de paladins en alles, dus... Oké, nou. Hier kunnen we ook een sniper... volgens mij had ik het al uitgelegd, ik weet het niet zeker, maar hier kunnen we ook sniper vijanden tegenkomen. Ik zoek nou eigenlijk een hele leuke farm en op zich zou ik hier al een leuke farm van kunnen maken. Als ik dit zeg maar uit carve. Maar ja, dat is voor een late aflevering, is dat dus eigenlijk pas belangrijk. Daar hoeven we ons nou niet druk over te maken. Oké, we komen nou in een M... Hier komen paladins en rocket launchers en gewone doodles die iron skin dinges kunnen droppen. Ja, van die armor polish dinges, dus even kijken. En natuurlijk komen we hier ook nog wel even kisten tegen waar dus zeg maar die we nog niet hebben gedaan. Of ja, die hebben we wel gedaan, maar die hebben we nog niet echt uitgezocht hoe dat het precies is. Ja, we hebben... Laat ik het zo zeggen, die kisten zijn echt totaal niet meer nodig. En hier zie ik een stuk van de dungeon die we nog niet eens hebben geëxplored. Oké. Wat dus ook heel erg belangrijk is, is dat we hier de crimson... Hallo? Kun jij een bandage droppen? Dat maakt mij een heel blij konijntje. Kun jij een bandage droppen? Kun jij een bandage? Nee, natuurlijk niet, hè. Stel je voor, een bandage droppen. Sleutel, even Cthulhu, archery potions. Nou, weet je waar, ik neem die golden coin mee. Zoals ik al zei, we gaan niet al die kisten hier meer looten. Er zijn maar 4 kisten die we nog überhaupt willen looten hier. Dus, mag ik hier even wat licht? Ik wil hier even... Ik wil hier even wat extra licht. En ik wil geen broken armor hebben, ja? Oké, nou, ik kan hier naar boven... Oké, daar zit niks. Het loopt dood. Hij is eigenlijk ook wel een mooie farm. Maar ik vind die eerdere ving mooier. Ik zit eventjes te kijken van, goh, wat zo'n mooie farmplek zijn. We hebben blue candles die alleen maar handig voor ons op dit moment zouden zijn. Dus... Oké, nou, iemand te manage. Er zijn hier 4 beesten die dus zeg maar de bandage kunnen droppen. En dat zijn de rusty armors die we dus hier overal zien lopen. Oh boy. Oké, nou, ik zie nog geen sniper skeleton. Ik zie wel heel veel doodles hier lopen. Ik zie nog niet... Ja, waarschijnlijk ben ik weer zo blind als een kanarie. Ik probeer heel goed naar de drops nou te letten. Anders wordt Fiber weer boos. Maar ik werd geschoten. Oh, sniper skeleton. Sniper. Sniper. Oké, schiet eens. Nee, hij dropt hem niet. Oh, ik ben bijna dood. Oh mijn god zeg, ik neem zoveel schade. Holy shnikies. Oké, note to myself. Hou eventjes je health in de gaten. Oké, maar deze achtergrond, dan moeten we dus zoveel mogelijk farmen voor een sniper. Maar de sniper is niet echt het belangrijke waar ik nou naartoe wil gaan. Ik wil eerst eigenlijk toch die bandage hebben. Dus is er hier een vriendelijke vijand die voor mij eventjes een sniper wil droppen? Dat, mijn vrienden, is de vraag. Dus even kijken, dit is daar gebroken gebeuren. De Schwingball! Die hebben we al lang niet meer gezien. Oké, dat is goed dat we die eventjes zien. Nou ja, eigenlijk niet, maar... Oh, nee. Necro helmet? Serieus, dat is pretty hard, man. Wat moet ik daar nou weer mee? Wat hebben we daar? Klootje voodoo doll. Oh, die hebben we al zoveel omdat we die Nazar hebben. Oké, is dit andere achtergrond hierachter? We zijn hier... Het zit zelfs hier op slot. Ik mag hier niet in! Open, ga open. Komt omdat hij van die dingen te liggen. Oké, jij geeft me een bandage. Jij geeft me ook geen bandage. Waarom geeft niemand mij een bandage? Wat hebben jullie tegen mij een bandage te geven? Ik heb wel gelopen schieten, maar... Ik wil... Geef mij... Een bandage. Heb jij mij een bandage? Iemand? Zelfde player, we moeten weer gevormen voor een bandage. Oh, kijk eens wat we hier vinden. We hebben hier de eerste kist gevonden. Wat zit erin? De Scourge of Corruptor. Melee damage. Extremely knockback. A foul level Jennifer. Blablabla. Oké, nou. Dat is dus een van de ultimate wapens die we hier kunnen vinden. Laten we eens eventjes kijken wat hij doet. Oké. Gaan we hem gewoon gebruiken? Wat doet hij? Oh, oké. Is hij nou ook pierce damage? Ik wil die kist trouwens meenemen. Ik wil die kist. Ik heb een kist. Oké. Gaan we gewoon even deze gebruiken. Boom. Oh, dat is de verkeerde. Ik moet deze hebben. Nee, deze. Kom op. Help eens even mee. Ah, ik heb slowness. Ik wil die bandage. Daar ben ik van die zooi af. Oh, kijk al de... Dit wordt echt een goede killer, dit. Oké, dit loopt dood. Hier.
Moet je kijken zeg. Oh, zoveel projectiles die dus zeg maar tevoorschijn komen overal. Oké, nou jij bent dood. Ik wil eigenlijk een beetje nog weer health regenereren. Want we moeten hier in dit achtergrondje zeg maar blijven om dus zeg maar die bandits te vinden. Kom op. Doe eens even wat meer damage. Oh boy. Geen snijpdoedels, maar ook nog steeds geen bandage, of wel? Nee, nog niet. Nee. Echt niet? Kijk even goed. Nee, ik zie nog geen bandage. Oké. Ik bedoel, ik weet hoe blind dat ik kan zijn in de video's, dus daar wil ik echt zeker voor uitkijken. Ik wil deze aflevering niet knippen. Ik wil deze aflevering echt jullie meenemen naar de dungeon en mijn ervaring eventjes met jullie delen. Maar geloof me, de dungeon is zeker gevaarlijk. En we hebben hier nog niet eens alle vijanden eigenlijk gezien, dus... Maar anders denk ik gewoon dat ik heel eventjes die farm hierop ga zetten. Aangezien dat ik een hele mooie plek heb gevonden waar dat we die farm hier zouden kunnen plaatsen. Oké, nou net zoals al die items. Alles heeft dus zeg maar 1%... Oh, een rocketlandje. Wat doe jij hier? Jij wordt hier niet te spannen. Oké. Kun jij een item droppen? Kun jij een item droppen? Nee? Oké, ik vind het eigenlijk best wel een lekker wapen dit. Doet zijn decent damage. Nee, er zijn hier 4 verschillende vijanden die kunnen die dus zeg maar hier kunnen spannen en die dus zeg maar die bandage zouden kunnen droppen. Dus dit wordt niet hetzelfde als bij de Nazar, dat we maar 1 beest hebben die zeg maar de bandage kan droppen. Maar ja, ik weet hoeveel mijn geluk kan zijn, dus Oh, ectoplasm! Nice! Die kunnen random in 1 keer spannen, dus daar moeten we zeker voorzichtig voor zijn. Dat zijn dus zeg maar spookjes die uit vijanden kunnen gaan komen. En wat dan? Oeh! Een forceful spectrostab! Die heb ik nog nooit gehad! Die hebben maar een hele kleine dropkans. Wat doet die? Dat geluid. Hij doet niet echt veel damage, maar hij is wel homend. Dus hij homes zich in op vijanden, zo te zien. Ja, nice. Dat vind ik wel leuk. Oké, maar mijn magie is op. Hier, krijg deze speer tegen je bakkers. Oké, nou we hebben een leuk wapen al te pakken gekregen, maar ik wil een bandage. Ik wil een bandage, jongens. Ik wil hem nu. Geef. Hoor ik iets? Nee, ik hoor niet. Oh, ga jij me de bandage geven? Jij bent de Rusty Bones. Jij gaat hem wel geven, toch? Nee, natuurlijk niet, hè. Stel je voor. Oké. We kunnen een beetje hier rondlopen. Ik weet het, we lopen hier rond. Weet je wat, we gaan even op zoek naar de jungle. We gaan gewoon op zoek naar de jungle kist. En oeh, hallo. Grote skull. Grote skulls. Die droppen zeg maar niet in de zaar. Dus ook al denk je van, oh ik heb de zaar nog nodig. Oh, die zal er zeker eentje droppen. Nee, die grote helaas die droppen ze niet. Dus hou daar wel rekening mee. Oké, nou wij gaan op zoek naar de jungle. Hi. Wij gaan op zoek naar de jungle kist. Want die moeten we nog vinden. En die heeft de Piranha Gun. Of de Piranha Gun. En die is ook eigenlijk best wel leuk. Dus waarom ook niet? Eens even kijken. Een healing potion. Nice, we zitten weer op full health. Dit is een andere achtergrond, maar dat boeit nou eventjes niet. Hier kan de paladin spawnen, geloof ik. Nee, ja. Nee, hier kan de paladin spawnen. Een van de gevaarlijkste vijanden in de dungeon. Dus daar moeten we zeker heel veel goed voor uitkijken. Dan moeten we ze zo snel mogelijk kunnen killen, mochten we hem tegenkomen. Oké, nice. Oké, waarom hebben we hier nog niet? Oh, dit is weer gebroken. Oké, hier hebben we weer dus deze kamer. Heel veel doodles. Kijk naar je drops, Zelda player. Kijk naar je drops. Voor je het weet heb je een bandage zonder dat je er erg in hebt. En oei, oh, jij bent gevaarlijk, jij bent heel erg snel gevaarlijk. Oh boy, ben je dood? Nee, geen red drop van hem, dat is jammer. Oké, kun jij eventjes doodgaan? Ik zag jou doodgaan, heb jij een bandage? Nee. Is jammer. Ik had nou wel verhoopt tot ze iets sneller... Oh, hi. Oh, ik heb broken armor status. Of niet? Ja, oeh. Moet ik mee uitkijken. Nou ja, gelukkig niet 5 minuten. Nee, hij is even dood. Oké, nou. Waar hebben we hier de jungle kist? Ik kan wel heel eventjes kijken of ik in de map hem misschien kan zien. Maar wat is daar de lol van? Ik wil hem gewoon hier vinden. Oké, hallo. En jullie zijn allemaal even vriendelijk dood. Jungle chest, we hebben hem! Oké, even zorgen dat alles even sterft hier. Is alles dood? Als jij nou in de zaak gaat droppen, word ik heel boos. Oké, nou. Piranha Gun, daar hebben we hem. En natuurlijk de random zut die het spel sowieso nog geeft in kistjes. Maar goed, de Piranha Gun. Dat is dus zeg maar de tweede ultimate item die we dus zeg maar kunnen vinden. Nou, ik heb nou de DF niet nodig. Wat de Piranha doet is, die houdt zeg maar een beest vast.
En die blijft hem gewoon aanvallen. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar je muisknop ingedrukt te houden. En voor de rest hoef je niks te doen. Hij lijkt heel erg weinig schade te doen. Maar wel hebben we eigenlijk een gewone. We hebben een gewone. En wat is die andere? Is dat gewoon? Ja, dat is allemaal default. Dat is jammer. Ik wil niet default. Oké, okay, dan gaan we heel even nog hier even kijken. Hier moet je opletten. Oh. Kijk, ga eens even bij die andere vijanden zitten. Dat is leuk. Ik zie iets. Wisp in a bottle. Wisp in a bottle. Heel erg handig om die bij je te hebben. Waarom? Het verdwijnt zeg maar die shadow orb. Maar dan krijgen we dus zeg maar een lichtgevend spookje bij ons. Wat dus zeker heel erg fijn is. Daar ben ik blij om. We hebben eigenlijk... Paladin. Oh, snikies. Oh boy. We gaan het gewoon doen. Auw. Jij hem even bezig houden. Ik wil die paladin killen. Oh, waarom? Kill die paladin. Kill hem. Oké. Okay. Grijp je vast aan die paladin. Een paladin die heeft gewoon namelijk 5000 health. En die gaat heel erg lang duren op deze manier. Weet je wat? We gaan het gewoon zo doen. Hey paladin. Hey paladin. Wat doe je daaronder? Oh, dit. Ik moet hem echt in een goede hoek raken. Oh boy. Ik doe hem echt bijna geen schade. Die beesten hebben een enorme defense. Dus ja... Paladins zijn echt de gevaarlijkste beesten in... Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Nou ik hier bezig ben met deze paladin... ga ik heel even in het Engels iets zeggen. Want ik heb twee Engelse mensen die deze let's play ook kijken. Dus speciaal voor hun. Hi there Jokerboy en hi there Doomy. Again, thank you so much for watching the video. Even though it's in Dutch. You guys are amazing. You guys are awesome. And I really want to thank you for watching this video. Even though it's in Dutch. Ja. Vind ik even netjes om dat ook tegen hun te zeggen. Jokerboy die kwam van een livestream. Die kent geen Nederlands. Die spreekt Engels. En die had dus zeg maar weer gemeld dat hij dus zeg maar ook de video's kijkt. En Doomy is een goede maat van mij. En die kijkt dus zeg maar ook de video's. Dus dat is zeker leuk om dat te weten. Tot hun zeg maar ook moeite nemen om de video te kijken en alles. Goed, nou. We hebben al heel veel zooi gevonden en... Oeh, twee rocket launcher dudes? Oh, damage! Damage! Kill ze! Kill ze! Kill ze! Kill ze! Kill ze! Oh boy! Oh boy! Oh, zoveel doodles! Oh, zoveel doodles! Ga dood, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood! Waarom gaan jullie niet dood? Help! Ectoplasma. Oh, leuk. Oké, nou. Geef jij de rocket launcher aan mij? Nee, natuurlijk niet. Stel je voor dat hij mij iets moet geven. Geef jij de staff aan mij? Oh, er zijn hier zoveel wapens die we kunnen krijgen. We hebben één wapen. Dat is die rot. Die heb ik eigenlijk nog nooit gevonden. Maar je hebt hier dus zeg maar een heleboel melee wapens die we kunnen vinden. Buiten de kisten om. Dus echt, dan praat ik over de drops. Je hebt heel veel magic wapens die we hier kunnen vinden. Heb ik eigenlijk al gezegd, maar ik zeg het nog een keer. En we hebben dus ook heel veel range wapens. De range wapens zijn een sterke shotgun... Een sniper en een rocket launcher. De magic items zijn dus de one die we al hebben gekregen. Een fire staff die in een explosie verandert. Helemaal geweldig. En ik geloof die straal, die paarse straal die we al een paar keer hebben gezien. Die kan dus ook zeg maar gedropt worden. Dat zijn de magische items. En voor de melee denk ik dat je hier eigenlijk alleen maar de keybrand kan krijgen. De paladin's hammer. En daar houdt het een beetje mee op. Dus nou, voor de rest hebben we ook nog defensive items die we kunnen krijgen. Dat is de wisp. We kunnen heel erg veel iron, armor polish krijgen dus. En we kunnen dus de bandage krijgen waar we zeker op zoek naar zijn. Nou zit ik dus te denken om hier dus zeg maar een farmkamer van te maken. Maar dat doe ik mooi in de volgende aflevering. Dus dat doe ik heel even mooi offscreen. Dus dan hoef ik me daar echt geen zorgen over te maken. Dan hoeven jullie niet te denken van, oh mijn god, dat gaat veel te lang duren en alles. Zorg ik voor dat dat niet te lang gaat duren. Want aangezien dat dit de achtergrond is waar dus zeg maar die vijanden spawnen. Kijk deze kastjes. Wat dan eigenlijk dus zeg maar de bedoeling is dat ik hierboven ga staan. En dat ik hier een plateautje maak en dit heel mooi vierkant ga maken. En dat ik dan niks anders hoef te doen als hier te staan. En dat de traps eigenlijk zijn werk zelf gaan doen. Maar dat bewaar ik mooi voor de volgende aflevering. Dus wat ik ga doen is, ik ga heel mooi terug. Want we hebben echt ontiegelijk veel stuff gevonden. Dus ik wil de jungle chest, die wil ik hier hebben. Ik wil de crimson chest, die wil ik mooi in deze hoek hebben. Ik bedoel, dat zijn hele speciale kisten. Er zijn maar één van in het spel. En ze zijn heel erg moeilijk om die te openen. Vanwege dat red drop chance van die key mold zeg maar is. En we hebben dus twee legendarische wapens al te pakken gekregen. De Scores of the Corruptor en de Piranha Gun. En we hebben dus de Forsal Spectre Strap. Dus wat ik even ga doen. Nou, ik denk dat ik de Piranha Gun niet ga gebruiken. Dus die zit weer mooi in zijn oorspronkelijke kist.
Ik denk ook niet dat we de Four Spectre Staff, dus dat is ook weer zo'n dungeon ding. De ectoplasm gaan we gebruiken, maar dat komt later, dus daar hebben we nou heel weinig aan. Dus wat ik ga doen, is ik ga heel eventjes naar de Wall of Awesome Commons. En offscreen doe ik dan eventjes netjes natuurlijk weer mijn inventory kleren. En ga ik eventjes voor zorgen dat die trap klaar staat. Want we hebben nog veel te doen in de dungeon en er komt weer een bos aan, de zwaarste bos ooit. Maar daarvoor wil ik natuurlijk wel eventjes ervoor zorgen dat we de bandage bijvoorbeeld hebben. Heel erg belangrijk. En tot we dus ervoor gaan zorgen dat we dus zeg maar alle stuff krijgen die we nodig hebben. Maar goed, dus zoals altijd, ik pak heel eventjes de Wall of Comment erbij. En ik zie jullie in een seconde. Oké, bedankt jullie voor de seconde, zoals altijd. En de comment is geplaatst en de comment die komt van... Ta-ta-da-da, episode 29, Awesome Swag 64. En die had geschreven... Jammer dat je de Terrablade niet hebt, maar je hebt wel veel geluk dat je twee Hero Swords hebt gekregen. Zekers. Eventjes over nog een keer over de... we hebben nog steeds geen tweede Solar Eclipse gehad, maar... inderdaad, veel geluk dat we twee Hero Swords hebben gekregen. Nogmaals, de Hero Sword is een hele rare drop. En daardoor hebben we toch al best wel een goed zwaard gekregen. Dus Awesome Swag, heel erg bedankt voor je reactie. Je staat op de flashback huis comments plek. Ik noem hem iedere aflevering anders, hè, blijkbaar. Dus heel erg bedankt voor de comment. Nou, heb jullie zelf nog een vraag, een reactie, leuk momentje? Laat het weten in de reacties natuurlijk, als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt natuurlijk. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Terraria. Morgen gaan we dus zeg maar eventjes een trap maken. Hopelijk tot we dan eindelijk die vervloekte bandage te pakken gaan krijgen. En dan gaan we dus naar het gebied van nummer 3. Want ik zei dat je een shotgun kan vinden en nog andere vijanden. En die hebben we nog niet gezien, dus dat wil ik zeker in de volgende aflevering gaan doen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. En ik hoop jullie daar te zien. Dus tot dan. Doei!